It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag zijn we in een playing game gekomen op Call of Duty Ghost. Oh, en ik ga gelijk dood. We gaan kijken of we een chill potje vandaag kunnen gaan neerzetten. Het is op de map strijdje natuurlijk. Omdat alleen nog maar dat te spelen is. Wow. Dat gaat dus niet zoals gepland. Ik ga 3 keer achter elkaar dood. Heerlijk Call of Duty. Ha! Wat krijg je dus als je snel van kots wisselt? Ik moet zijn sensitivity wat hoger zetten. Oei. Daar was ik bijna weer dood. En dat wil ik niet. Jou hoor ik. Kut, en hebben we een Oracle. Dat is niet leuk. Even niet waar de enemy zitten daar dus. Kom maar. Kut, een assist. Hardline is ook alweer binnen. Dat is een 6-point streak zoals jullie natuurlijk al in mijn beeld zagen. Die Oracle moet even oprotten, jongen. Nee! No! Oh, ik heb zo'n geluk, hè. Hij heeft echt een geluk, die gozer. Oké, nu hebben wij een Oracle. Dat is mooi. En dan ook nog steeds! Wat?! Hoe lang duren die dingen?! Ik weet niet dat die dingen zo lang duurden. Ik ga echt kut. Je moet echt, dit is gewoon mijn eerste potje die ik gelijk opneem op Ghost. En als je dan net van Black Ops 2 afkomt, wow, je merkt gewoon het verschil qua spelers, qua game. Wat natuurlijk iedereen al weet. En qua feeling, want dit is echt, dit slaat nergens op, man. Een Oracle die al zo 2 minuten duurt. Ik join het potje en er komt een Oracle tegen me. Logic. Teammates pak B. Whoa, triple baby. Kom maar. Kom maar bij papa. Deze was wel erg. Deze geef ik eerlijk toe. Kom, we gaan even beek pakken, teammates. Securing Bravo. Dan hebben we tenminste een vaste span. Specialist bonus is ook weer binnen. Dat is altijd mooi als je die lekker in je beeld hebt staan. Spawnflip denk ik op A op dit moment. Ja. Thought you. In de atrium. Oké, okay, zit op B, dat is de atrium dus waarschijnlijk. Niet op C. Oh. Ik heb een care package. Ik ben weg, ze hebben een Oracle. Ik heb 15 streak, let's go.
Gooi gewoon even die care package. Oké, er zit een guard ook in. Is op zich wat chill om te hebben namelijk. Oh, mijn Endo. Nee! Fuck! Waarom moet ik nou weer... Ik zat bijna weer op mijn 20-streak, jongens. Kut! Waarom heb ik dat altijd? Waarom? Ik heb fucking... Blast Shield, of hoe heet dat op deze game? Laat me zeggen, Flak Jacket en ik ga dood door een Custard. Het zit ook nooit mee, jongens. Butler Chesto. Laten we daar maar op houden, maar we gaan wel. Oh, hij lag daar gewoon. Lol. Oh, en dan komt hij daaruit. Holy shit, dat was echt even snel fucking specialist. Tittering. We hebben geen vlag, dus dat is niet mooi! Lekker een knife. Heerlijk. Die voelde lekker, man. Kan het nog een keer gebeuren? Oh, nee. Ik krijg lekker een ding in mijn buik. Een custard kogel. En dan zitten ze te campen, natuurlijk. Echt, jongen. Het ging net zo lekker. Ik zat op echt 17 of 18 streak alweer. Dan ga ik dood door een custard. Oh, ik heb een update die geïnstalleerd is. Leuk. Oh, dat is die gozer met die kasten. Wegwezen. Oh, assist. Kom maar. Ja, wist ik dat jij daar zit, man. Jongen, jongen, jongen. Deze enemies, though. We gaan ook niet meer winnen, trouwens. Als we een dubbel cap hebben, wij... Ja, nu één keer. Dan wel, maar holy shit. Hoe wist hij dat ik daar aankwam? Jongens, dit kan niet! Hoe kan hij nou weten dat ik daar aankwam? Nou, dat lijkt me echt onlogisch, maar het kan aan mij liggen. Zit hij weer met zijn kutkastet, jongen? Ga weg! Volgende keer beter. En we hebben verloren, jongens. Holy shit, we hebben wel 42 kills gewoon. In een playing game ben ik gewoon MVP geworden. Dus, mocht je wel deze video leuk hebben gevonden, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. We hadden bijna een campstrijd, moesten nog 6 kills of zo. En toen gingen we dood. Maar dan kan ik niks aan doen. Wel bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.